Het zou net de eerste keer wezen dat het beeld, maken troch Gerhardus Jan Adema, een nij plakje krijgt in de stad. Maar het begon al een jaar op het Zuiderplein. Hij is in 1954 is hij maken het beeld en is deelzet vlakbij het station, het Zuiderplein. Toen het nog een echt plein was, nou, in 1989, iets te ver, is het plein totaal oors worden. De plantsoentje werd het eerste hier is eens verdoen. En men ja, moest eens een oor plakje ziekje. Het plakje net zo raar is die, vlakbij het FRS, het Friese Rundvlees Syndicaat, die het ding makkelijker had. In 1989 is er verhuizen naar Jere. En ja, hij is ook een mooi plakje. Het Ljouter station krijgt een metamorfose, dat is bekend. Neffens de makers van het boesboekje zou er bij die opknapbeurt ook rekken houden voor de matten met een plakje voor ons mem. Wij zijn van, goh, als we zetten door de stad rennen, dan zien we hem wel. Maar je neemt eigenlijk net de tijd om daar even bij stil te staan, want hij staat midden op een verkeersplein. En toen kregen wij het idee van, goh, hij zou eigenlijk volle meiden staan tussen het station en de binnenstad. Omdat dat toch een promenadegebied wordt aanzien dat ze de boel over de kop hebben. Ze wil dat hele station verhoren, dat plein daarvoor. Hè? Nou, dat is misschien ook wel een mooie plak. Maar net werd het vroeger stien het. Dat vind ik net mooi, hè, met je blauw. Nou, ze maakt je stemmen, maar ik vind bij het station ben er meer mensen die het gaan aan sjoggen. Ze maakt toch heel jouw het bezien, toch? Daarom. Ja, het is net alleen hier. Ze ging ik net aan de hoon, dan kan ze hier ook heen. Het is de entree van Leeuwarden en een hoop mensen komen toch met de trein en met de bus. Dus ik denk dat dat wel goed is, want het is hier een beetje een verloren plakje. Het voorstel is deadline bij de gemeente Ljouwt. Het is voor eerst alwachtsen wat die van het idee vinden. Ontitiet bloot dus mem lekker op haar plakje steen.